kijken is wat we lekker aan het eten zijn. Oh. Het is al bijna op. Gewoon nog wat spek over en zo. Dat is helemaal goed. Jij weet je ook een beetje door. Hebben we er een beetje zin in? Natuurlijk. Zie je nou op Periscope? Ik zit nou niet op Periscope. Dit is gewoon, zal ik maar zeggen, voor de vlog. Oké. We hebben net de intro gehad, in het begin. Dus dat ging, dat was daarvoor, zeg maar. Dus dat is happening nu. Zo van, wanneer is dit nu? Voor de mensen die Spaceballs gezien hebben. Dus Jeff is nog lekker aan het eten. Er ligt nog een broodje voor je. Kijk eens. Oh, nee, weet ik. Suus ook een beetje. Wat is het donker hier? Suus is nou ook niet helemaal in de hummetje. Niet in de hummetje? Nee. Ik was toch ziek? Ja, was. Maar nu toch niet meer. Je bent nou hyped. Je was niet ziek. Je was zenuwen. Net als een klein kind met kerstcadeautjes. Die 2 weken ervoor echt al ziek begint te worden. En met kerst als de eerste cadeautje open mag. Ineens helemaal beter is. Pure zenuwen. Star Wars. Laat mijn shirt zien. De shirt. Suus. Ik geloof dat Suus kleren had gekocht voor vandaag. Dus waar hangt die dan? Op de badkamer. In de badkamer. Ah. Suus heeft ook een shirt gekocht. Ga je die vanavond aandoen? Misschien wel. Misschien wel. Nou, we gaan het zo zien. Ze zeggen, waarom zijn jullie Lion King aan het kijken? Vanwege de voorbereiding. Mufasa is toch dezelfde stem als Darth Vader? Dat is toch logisch? Dat snapt toch iedereen? Nou, daarom Lion King. We moeten er even van genieten. Hij focust niet. Waarom focust hij niet? Focus. Goed zo. Nom, 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 nom. En na lekker eten hoort er natuurlijk ook een toetje bij. En dan klaar. Monique nog niet, die gaat ze opscheppen nog een keer. Ik ga echt nog een keer opscheppen. Houdt ze wel van, dat vorige keer had ze ook zo'n vis gevangen, zo'n hele grote. Katten vinden het ook lekker. Om, nom, 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 nom. Nee, ik wil niks met jou, Poes. Echt niet. Laat nog een beetje liggen. Ja, dat gaat er echt wel uit. Oh, ik ga zo'n buikpijn krijgen. Wacht er even mee tot als je thuis bent. Ja, goed. Tijdens de bioscoop. Oh. Nee, je mag die schaal wel meenemen. Ik heb er nog zo'n schaal. Echt? Het is bijna zover. Nog 58 minuten. 32 seconden, 31 seconden, 30. Oh, spannend. Op ons gemakje richting de bioscoop. Zenuwen voor. Oh. Heel lang. Nee, dit is een filmpje, Monique. Bij een filmpje hoef je niet statisch te blijven staan. Dus gewoon dat bewegen. Statisch en zo. Te blijven lopen. Ja, precies. Met een duimpje. We zijn dus onderweg naar de bioscoop. Monique maakt voor het eerst een video selfie. Waar is ze? Nee. Auw. Selfies hebben ze wel heel veel. Joes de schopmo. Ik heb een aardig haar op de belt. Suus op haar in de keel. Hou op. Dus. We zijn net in de auto. Suus is ook alvast bezig met oud en nieuw. Want ze voelt zich rotjes. Dus dat is speciaal. Waar zijn ze? We zijn de dames kwijt. Oh, ver achter zijn gedistanceerd van ons. Hoef je niet te filmen? Tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Suus zegt altijd, ik wil niet om te filmen hoor, echt niet. En dan vervolgens als die 2 seconden aanstaat, staan, lopen er alweer 4 zwaaiende handen voorbij. Alle 4 van Suus. Dus, bijna bij de bioscoop. Gaat zo gebeuren. We waren de tickets al kwijt. Is niet waar. En zit in mijn zak. Top. Dus we gaan de kaartjes nog even ophalen, kijken of ze de leuke 3D-brillen hebben. Zo niet, is het jammer. Maar we zien het wel. Ik ben heel benieuwd wat ze ervan gemaakt hebben. Laten we 6 gaan. Aan het wachten, dat de deur open gaat. Weet je al wat voor mensen er zijn? Lekker druk, nog steeds. Popcornje erbij, lekker. Jeff, laat jij nou trucjes even zien met popcorn. Nee, laat zien nou. Wat een truc. Popcorn eten. Ja, ja. Stinkend. De laatste paar minuutjes voor de film. Kijk eens, oh.
Jeff ook, Jeff die zit als een bak popcorn leeg te eten. Je hebt zijn drink al op. Op voorhand. Nu krijgt het nou. Monique die gaat er even voor zitten. Die gaat zo. Suus, voor jouw ding. Als je zo wat onder je neus krijgt en op je benen voelt, dat zijn Monique de benen. Die gaat gewoon wat breien. Oh, licht gaat uit. Telefoon is ook. Tot zo. Han, Harrison. Wat vinden we er tot nu toe van? Ja, leuk. Enthousiast ook zeg. Jeff? Ja. Duim omhoog maar. Heel tevreden. Wat een enthousiasme ook echt. Ik vond hem wel dik. Wie is die oude vent? Wie was die oude vent? In het begin. Ja? Hij is wel oud geworden. Ja, voor zo. Ja, dat zegt hij. Hij is oud geworden. Ja. Ja. Hij zit nou even in de pauze. We gaan zo gewoon verder. Nee. Nou ja, kom misschien nog. Weet het niet. Gaan we het zien. Ga het meemaken. Nou, we zijn inmiddels... Oh, het is hier donker trouwens. We zijn inmiddels thuis weer. Hoe vond je hem, Suus? Leuk. Ja? Ja. Weet zeker? Ja. Absoluut. Goeie film. Hele goede film. Ja. Er mag gespoord worden. Tofste stuk. Naam alles. In details. Tofste gedeelte. Verhaal lekker kort. Ja, precies. Nou, wat was het tofste gedeelte? Ik vond alles tof. Ik vond het gevecht tussen Kylo Ren en Rey. Ja, wat was er ook weer met Kylo Ren? Dat bleek gewoon... Doe ik gewoon, dat er even gewoon niet zo gelijk ook in de vlog naar voren komt. Dus dan ja. Weet je, dat hoef je de film ook niet meer te zien natuurlijk. Nee, precies. Ja, vond ik niet leuk. Ja. Met even zijn lightsaber in zijn lijfje gedrukt. Is echt geweldig, dat is iets groter. Ietsje groter. Ietsje maar. Zo. Vijf. Dat. Ik moet sowieso overal zeggen dat de kast ook goed ik is. Ik vond de bar heel erg. Ja, ja. De bar scène was gewoon de scène zoals die hoorde te zijn al in A New Hope. Hadden ze nu goed gedaan. Ik vond het wel een beetje... Wat A New Hope kan, kijk eens wat we doen. Ik vond het wel een beetje om de fans te pleasen. Moet wel zeggen... En dat is goed gelukt. Geen slecht teken overigens. Is denk ik wat de film grotendeels draagt. Het is een feest van herkenning. Ja. Het grootste gedeelte... Nieuw cast? Het is... En dat bedoel ik niet slecht. Een nieuw hoop met een nieuwe cast. Het zou zo een remake van een nieuw hoop kunnen zijn. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Nee, zou. Zou. Zou kunnen zijn. Zou kunnen, ja. Aan elementen. Het is niet hetzelfde verhaal. Absoluut niet. Het heeft qua verhaal niks met een nieuw hoop te maken. Maar qua elementen... Ja... De kantine... Ja, maar ook wel, prinses redden. Wat dan nu dan geen prinses is, maar een... Ja... Het heeft dezelfde elementen. Ja, normaal, niet hetzelfde verhaal. Dat, het is... Weet je, dan kan je... Dan, dat hebben heel veel films. Er hoeft niet eens een Star Wars film voor te zijn. Dat is gewoon een bekend verhaal. Red de prinses. Nee, ja, maar ik bedoel het niet slecht. En het verhaal is compleet anders, maar... Het was wel in de zin van gewoon, we doen het voor de fans. Ja. Dat ligt er heel dik bovenop, maar absoluut niet op slechte manier, alleen maar op positieve manier. Wat ik ook wel leuk vond, af en toe oude... Ik kom erop. Hou die gedachte nog even vast. dat je af en toe oude acteurs tegenkwam die al in eerdere films zaten. Die, ja.
in het, net als met het gevecht in die X-Wing ook zat. Ja, er is, dat is om het te verduidelijken. Je snapt me. Er is supporting cast die niks met het verhaal te maken heeft, die uit de oude films gehaald zijn. Ja. Leuk. Ja, dus dat is ook weer wederom feest van herkenning. Gewoon je hebt, dat is die. Wordt niet eens verteld wie ze zijn. Ik kwam toevallig net op IMDb erachter dat ze inderdaad zijn uit die oude films. Maar je herkent ze, het is vrij duidelijk, ligt er bovenop. Wordt alleen niet genoemd, maar omdat je ze herkent, zie je het. Ja. Dikke vet spoiler. Misschien 3. Had ik al verwacht. Ik val te verwachten, hij zegt niks, hij staat er, hij kijkt een beetje van... Je hebt me gevonden en afzieteling. Vind ik zelf een beetje gemiste kans, maar wel begrijpelijk. Kut eind. Nee. Ja. Jawel. En nu? Ja, maar dat nu het volgende deel. Nu moeten we allemaal wel zeggen, had je ook met A New Hope, op het moment dat Darth Vader in zijn TIE Fighter wegslingert, ruimte in en afgelopen. Op dat moment had je ook zoiets van... Nou snij je iets aan. Wat gebeurde er met Darth Vader toen hij van de New Hope weggeslingerd was in een short-range TIE Fighter? En hoe kwam die weer terug bij de rest van het ding? Want dat kan natuurlijk ook niet. Darth Vader wordt weggeslingerd. Ja, is dat? Hij is over een hele andere film. Is TIE Fighter? Ja. Wat is een TIE Fighter? Een short-range fighter. Ja. Ja. Hij wordt weggeslingerd. Er is daar niks behalve de planeet van de dingen. Ja. Hoe komt hij ineens weer bij de Empire? Ja, maar... Wat is daar gebeurd? Ik voel een nieuwe film aankomen. Als JJ kijkt, nieuwe film. Wat gebeurde er met Darth Vader na A New Hope? Ja, ik ben zo blij dat JJ ook Nederlands begrijpt. Vertaling, ondertiteling. Ja. Hier. dat is gewoon... Dat er tussen alle films zit een bepaalde tijdsruimte om mee te kunnen spelen. Dus... Nee, gewoon even sidetrack was het, hè? Maar, Dus op een gegeven moment de Death Star wordt opgeblazen en op dat moment heb je zoiets van de Emperor zat ook nog ergens anders, zat ook niet op de Death Star op dat moment. En die stuurt daar gewoon een Emperor zat ook helemaal niet in de New Hope. Dus. Maar die heeft daar gewoon zijn Star Cruiser toegestuurd van, joh, ga eens kijken wat er nog van over is. Ga Darth eens halen. Vader is zoek. Bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ze voelen elkaar aan. Ik zoek mijn Vader. Ik ben mijn Vader kwijt. Ja, precies. Dus, en dat was ook gewoon zo'n einde. En dat had je nu ook. Ja. Dat ziet er wel heel eng uit trouwens. Met jouw telefoon eronder zo. Nee, maar toffe film. Hele toffe film. Zijn een aantal nitpick dingetjes. Die eigenlijk achteraf, als je dat laat bezinken, dat je denkt... minpuntje, maar niet om filmbrekend. Ja, hoe kan ik het beste uitleggen? Ja, gewoon een goede film. Het is gewoon vanaf begin tot einde vermakelijk. Een paar kleine dingetjes aan het begin dat je zoiets hebt van... Het begin moet een beetje verwarrend. Dat duurt, ik denk... 15 minuten, max. Dat daarna dat het duidelijk wordt hoe het zit. Eerste kwartier een beetje vaag en daarna dat het gewoon duidelijk is wat er aan de hand is. Ja, nou we er toch over bezig zijn. Geen TIE Fighter, geen ellende. Hoe komt hij bij de Resistance? En waarom die robot dan niet? Voor de oplettende mensen. De Resistance heeft hem dus opgepikt. Ja, die heeft hij weggestuurd. Die heeft hij weggestuurd, dus dat is op zich logisch. Gaan zo ver mogelijk hier vandaan weg. Ja. Hij wordt gevangen genomen. Precies, hij wordt gevangen genomen. Ja. Hij wordt gered door... dan ontsnapt hij, ze crashen, hij wordt eruit geslingerd, weer op diezelfde planeet. Allebei? Hij zat niet in die TIE Fighter meer. Nee, hij zat niet meer in die TIE Fighter, dat klopt. Hij zat niet meer in die TIE Fighter. Via een hele lange struikelweg. Omdat hij eruit geslingerd werd. Ja, maar als je dus...
je stort neer, midden in een woestijn. Ja. Een woestijn die is zo groot als een planeet, dus een grote woestijn. En je wordt daar ergens in de atmosfeer word je al geraakt. Dus je slingert uiteindelijk naar die planeet toe met je TIE Fighter. Dan word je uitgeslingerd, dan ga je met een parachute landje. Allebei waarschijnlijk ongeveer een continent uit elkaar landje op de planeet terecht. Als het niet meer is. Als het niet al meer is. Dus voordat hij die hele woestijn over is gewandeld. Nee, maar dan weet de Resistance kan toch wel met scanners die robot vinden. Ja, maar ze werden ook opgejaagd natuurlijk. Ja, oké. Dus ze hebben de eerste weg gepikt. En aangezien BB-8 ook... Ik vind het een beetje een discutabel plotgaatje. Maar nogmaals, dat is nitpikken. Oh, nee. Het breekt niet de film af. Er zit geen Jar Jar in. Dat is al überhaupt al voordeel 1. Dan kan je schedel niet liggen. Nou, over schedels gesproken. Monique wil graag naar huis. Dit is echt tof. Ik weet niet of jullie dat ook gezien hebben. Boba Fett. Zo'n logo. Heel groot. Ja. Bij die... Bij die handelaarservlag. Ja. Ding gebeuren. Leuk, hè? Ja, maar ik denk van... Hij zit daar. Iemand van zijn clan is daar. Ja, dat kan nog terugkomen. Of extra verhalen. Heel veel. Als je die als ze bij, hoe heet ze dinges, met die grote ogen? Ja, als ze daar aankomen, dan zie je die robot weglopen. En daarboven zie je ook dat beeld van haar staan. Ja, ja, ja. Al die vlaggen, nou, bijna al die vlaggen hebben ook een betekenis. Ja, en zij is een scavenger, dus ze kan het ook wel gewoon gescavenged hebben. Ja, ja. Maar ook die vlaggen, want sommigen hebben een logo uit Rebels. Ja. En ook uit de serie, ja, Clone Wars, ja. Zaten zelfs referenties in. Ja. Dus ja, het is een beetje zoeken, maar ze zitten er wel in. Ik vind alleen de naam... Jammer. Hebben ze dat überhaupt genoemd? Dat is niet eens... Nee, het is niet in de film genoemd. Dat is wel weer zo. Iedereen noemt het maar... maar dat is niet de naam van de planeet of wat dan ook. Maar ik vind dat een beetje zwakjes. Want is volgens de niet gebruikte Expanded Universe... Is dat de eerste apprentice van Darth Vader? Die wordt uiteindelijk goed of slecht. Ik weet het niet meer, ik kan het me niet meer herinneren. Maar dat is zoiets. En het zou dan een verwijzing zijn naar hem. Nee, maar goed, nogmaals. Breek niks af. Neem de kwaliteit van 1, 2 en 3 samen. Tel die bij elkaar op. En dan heb je nog niet een kwart van hoe tof deze film was. Toch? Ja. Ja, het is gewoon vanaf begin tot einde gewoon vermakelijk. Paar kleine dingetjes. Nogmaals, die zullen waarschijnlijk in de volgende film naar voren komen. Ik hoop dat de kwaliteit van de films de vorige trilogie op zijn minst hetzelfde doet. Dat zou betekenen dat de derde weer minder zou zijn. Maar dat, ik ben benieuwd. Ja. Dus nou is het een jaar wachten op Rogue One. En dan kunnen we in mei weer. Dus ja, ik moet het toch zeggen. We gaan het meemaken. Ja. We gaan weer aftellen. Was je afteller? Heb je hem al ingesteld, die afteller? Ja, natuurlijk. Had je die nog ingesteld? Die stond al ingesteld. Al wat oud. Even kijken hoor. Even kijken. Je kan nu bieden op de Tante S Stormtrooper. Rogue One over 361 dagen. 361 dagen. En dan hebben we die Star Wars Episode 8 over 523 dagen. En dan krijg je de Han Solo Movie over 887 dagen. We komen de tijd nog even te gaan, dus in ieder geval. En Episode 9 over 1244 dagen. En de rest weten we nog niet. Het is nog niet vastgezet. Nee, oké. Maar dan heb je wel die trilogie af. Deze trilogie heb ik. Ja, ja, ja. Maar goed. Zeker als je nog niet geweest bent, gaan. Ben je al wel geweest. Ga al nog een keer. Tof film. Ik ga het gewoon zeggen. Er is eindelijk een vierde Star Wars film. Eerste drie tellen niet.
crap. Monique denkt er anders over. Die vindt ze wel leuk. Een van de weinigen. Kan ze ook niks aan doen. Ik vind ze op zich wel leuk. Oh, Suus vindt ze ook leuk. Maar ze halen het niet bij 4, 5 en 6. Nee, daar heeft Suus wel. Het zijn hele vermakelijke films. Voor kleuters. Ja, ja. Ja, de doelgroep is van ja. Dus kijken, ga naar de bioscoop voor nu. Liken, subscriben, volgen, wat je wil doen. Ga gewoon naar die film. Doei!